Zij vinden het niet erg. Zij gaan gewoon lekker nu yoga. Hè? Hey, enjoy hè. Je yoga praktijk. Ga lekker ontspannen. Ja, we zijn hier dus bij een puppycentrum. En dit puppycentrum is een yogacentrum waar mensen met jonge puppy's tot rust kunnen komen. Ja, enorm veel mensen in de dierenindustrie vragen zich af of dit ook goed is voor de puppy's. Het wordt nu afgesloten omdat wij er voor staan. Want hoe vindt u dat, zo'n nieuwe puppy yoga cursus? Ik vind het verschrikkelijk. Ik ga er ook actie tegen ondernemen. Ik ben zelf hondenbezitter, kijk. Ik heb een 11 jaar oude hond, die mag altijd geknuffeld worden. Ja. Maar het is gewoon heel slecht om puppy's op deze manier in een vreemde omgeving te zetten met steeds vreemde mensen. Het zag er allemaal ogenschijnlijk, ja, toch wel liefelijk uit. En het idee is ook wel leuk, toch? Om, ja, met puppy's te yoga. Nou, ik kan me voorstellen dat het er heel erg lief uitziet. Het gaat natuurlijk om puppy's. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van ja, yoga, dat is ook hartstikke relaxed. Maar die combinatie, dat is echt niet oké. Want die pups die worden echt speciaal voor de yogalessen hier naartoe gebracht. Die zitten daar de hele dag en dan wordt er gezegd, ja, socialisatie is heel belangrijk. Dat klopt, maar niet in een yogaschool. Heb je enig idee wat hier binnen gebeurt? Ja, zeker. Puppy yoga. Leuk klinkt het, hè? Ja, zeker. Ja. Maar de puppy's moeten socializen. Ja, puppy's moeten socializen. Maar weet je hoe lang ze hier moeten socializen met vreemde mensen? Ja, volgens mij een uurtje. Ja, een uurtje. En dat is dan vier keer achter elkaar een uurtje. Ja, volgens mij hebben ze elke keer een andere club. Nee, het is steeds dezelfde club. En bovendien is het zo met het socialiseren. Denk je wel dat het verstandig is om te gaan doen? Ja. Ik vond het wel leuk een keer. Nou, het socialiseren van een hond, dat doe je op een andere manier. Je zorgt altijd dat je een vertrouwd iemand hebt, of vertrouwd gezin, maakt niet uit. Hè? Een vertrouwd groepje, een roedeltje. Maar niet een hele bubs puppies met steeds elk uur een nieuwe groep mensen. Dat slaat helemaal nergens op. Ga jij ook even yoga met puppies? Ja. Oké, helemaal goed. Puppy socialiseren is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat heb ik met mijn eigen pup ook gehad. Maar al helemaal als ze heel jong zijn, de puppy's, dan moeten ze 20 uur per dag minimaal lekker slapen en kunnen rusten. En dat is iets wat precies hier niet gebeurt. Maar zij vinden het niet erg. Ze gaan gewoon lekker nu yoga. Hè? Hey, enjoy hè. Je yoga praktijk. Ga lekker ontspannen. Alles laat gewoon zien dat het alleen maar in het kader van de mens is. En die een leuk gevoel te geven. En verder echt totaal geen rekening houden met die puppies. Yeah, but this dog is the first day there here. Yeah, you work for this organization, man. Of course I work for this organization. Oh, you are work for this organization. So okay, that's why I'm asking you questions, because you seem to be everything. You seem to know a lot about this company. But you don't seem to have any other sources. Have you been to veterinary offices? Have you been there? De verhalen die gehoord hebben is dat pupjes wakker worden gemaakt. Van ja, nu is het moment dat de mensen dat half uurtje mogen spelen. Dus jullie moeten nu wakker worden. Ja, dat hoort gewoon niet. En het feit alleen al dat je die dieren daar naartoe brengt. Dat ze de hele dag in die studio zijn. Een fokker die echt hart voor die dieren heeft, die doet hier niet aan mee. Het heeft gewoon echt niets met yoga te maken. En ik weet gewoon van het heeft niks met welzijn van dieren te maken. Ik zou zeggen, doe dat met volwassen honden. En misschien wel uit het asiel. Zorg dat die misschien op die manier wel een leuke baas krijgen. Maar niet promotie van je yogaschool met puppy's. Lieve, lieve, lieve hartendiefjes, we zijn ongelooflijk blij met jullie als kijker, maar zonder betalende leden is onze zekerheid op voortbestaan niet gegarandeerd. Daarom kan je onderin de link klikken om ons te steunen. Want ben jij een betalend lid, dan houden we net nog een beetje meer van je.